Dus dan zijn ze er een beetje meer in. Ready. Here we go! Ik ben Davy en ik woon op de kermis. We starten vandaag met de kinderrechtentour en dat doen we hier op de kermis in Weert. Ik ben heel blij dat ze komt. Ja. Ik ben Selina. Hi. Ik vind het ook wel belangrijk, want wij zijn natuurlijk, wij leiden eigenlijk een beetje een ander leven dan andere kinderen. Dus eigenlijk horen wij ook gewoon erbij. Dag schat. Hallo. Hey, ja. Ja. Hallo. Je denkt natuurlijk, wat is dit voor een kleine plek, maar zo wonen wij gewoon. Ja. Dit is mijn kamer, maar ik vind het wel een fijne ruimte. Ik hou niet zo van grote ruimtes. Komen jullie? Wat het best wel leuk is dat je van de kermis bent. Want ook het is heel anders, want normale kinderen die moeten betalen voordat ze een ritje mogen. En wij zeggen dan netjes van, hallo, mag ik een keertje, ik ben van de kermis. En dan krijg je een ritje. Gaan we hierheen? Ja. Maar dan is de kermis veel groter dan ik dacht. Ja. Jeetje. Mag ik een keertje, ik ben van vermetelijk van de poffertjes. Voor deze keer dan? Denken allemaal van, ja, wij zijn ook gewoon kinderen. Wij leven ook gewoon, wij zijn niet anders. Het enige wat wij anders hebben is horen van de kermis. Soms heb je dat je een bepaalde hoogte moet hebben. En wat zou jij nou het meest aan de kinderombudsvrouw willen vertellen? Ja, dat kinderen die worden veel te veel gepest en dat moet stoppen. En er moeten steeds meer mensen voor gaan opkomen, maar dat gaat heel erg langzaam. Tijdens de kinderrechtentour hoop ik van kinderen te horen hoe zij hun leven vinden en wat ik als kinderombudsvrouw moet doen om het nog een beetje beter te maken. Ik vond het hartstikke gezellig en ik vond het ook heel leerzaam en ik wil jullie heel erg bedanken voor het goede gezelschap. Ha ha ha!